Zijn we... Goedenavond en welkom hier in Sportcentrum De Schaapskooi voor de 14e wedstrijd alweer in dit seizoen voor de Women's Basketball League. Waarin Lek de Tech het opneemt tegen Grasshoppers uit Katwijk. Die natuurlijk vol heten Sportive Company Grasshoppers. Een wedstrijd waar zeker nog wel even met, als je eraan terugdenken, toch dat we allemaal met geknepen pillen op de bank zaten. De wedstrijd in Katwijk eindigde in een 77-79 overwinning voor de Bemmelsen. Waarin die wedstrijd trouwens Lisanne de Jonge goed was voor 31 punten. Lek de Tech eigenlijk de hele wedstrijd heeft voorgestaan. Maar toch krassen op een stapje voor stapje weer dichterbij kwamen. En uiteindelijk toch aan het kortste eind trokken. Een knappe prestatie natuurlijk ook van Lisanne. 31 punten daar in Katwijk. En die werd afgelopen weekend door Janine Guit van Triple Threat natuurlijk volledig in de schaduw gezet met 44 punten. Wat een knappe prestatie in de wedstrijd tegen Jolly Jumpers. De tegenstander van vandaag, Grasshopper, staat garant voor goede wedstrijden. Ook vaak in de playoffs hebben beide ploegen elkaar gezien. En het is toch eigenlijk altijd wel een hardwerkende ploeg, de ploeg uit Katwijk. En dat zie je ook terug in de rebound battles, die echt wel... vaak in het voordeel van Katwijk vallen. Als je kijkt, overall dit seizoen pakten ze al 550 rebounds in de 14 wedstrijden hiervoor. En zagen we 508 tegengepakt worden. Dus ook daarin overall out-rebounden ze alle tegenstanders. Grasshopper is natuurlijk ook de regerend landskampioen. Twee seizoenen achter elkaar. Als hij vorig seizoen natuurlijk niet is afgemaakt en ook geen landskampioen is gekroond, zijn ze nog steeds de regerend landskampioen. We spelen al sinds 1988 in de Eredivisie. We vinden ze terug op de vierde plaats met 16 punten uit 12 wedstrijden. Oftewel een winpercentage van 66%. Afgelopen weekend kreeg Grasshoppers wel klop in Den Helder met de 58-62. Dan gaan we zo meteen ook eens even aan coach Axel Grauw vragen hoe hij daar op terugkijkt. In die wedstrijd topscoorde Deborah Vos met 16 en Noord Riesen met 13 punten. De website womensbasketballleague.nl die verwacht trouwens wel een overwinning voor Lek de Tech en verwachten ook weer een heel spannend potje. Zij denken dat de dames uit Bemmerly Hills winnen met 3 punten verschil na verlenging. Daar zullen we voor tekenen. Verlengingen zijn altijd spannend, altijd leuk. En als Lek de Tech dan ook nog eens als winnaar uit de bus komt, kan onze avond niet meer stuk. We hebben natuurlijk al heel veel gezegd over Grasshoppers. Als we kijken naar Lek de Tech, koploper in de Eredivisie met 24 punten uit 13 wedstrijden. Enige nederlaag geleden tegen Den Helder natuurlijk na de restart. En daarna een winningstreek van 11 wedstrijden al tot nu toe. Knappe prestatie en wonnen ook hier afgelopen zaterdag thuis van Landslake Lions met 89-69. Daarin zagen we Jordi Kampman en Yveske Hoek terugkomen op cheat komen met 17 punten. Anne, Julia en Lisanne met 13, waarbij Anne ook nog eens 11 rebounds pakte en Lisanne 13, dus allebei een mooie dubbel-dubbel hebben. Topscorers aan de kant van Lek de Tech, Lisanne de Jonge, 17,5 punten per wedstrijd, gevolgd door Julia Jorritsma met 14 en Yveske met een kleine 12 punten. Andere wedstrijden vanavond, om 6:15 begint Jolly Jumpers, begint bijna Jolly Jumpers tegen BC Utrecht Kangaroes. En om 7 uur zien we de Keizer Capital Martini Sparks ook aanvangen tegen Binnenland, Voorconsult Binnenland. En om 8:30 krijgen we de wedstrijd van de dubbele letters LLL, oftewel Landslake Lions, tegen TTT Triple Threat. Goed, ik ga hem even voorbereiden. We gaan hem even verplaatsen richting de interviewpositie om even... te vragen aan coach Axel Gouw van Grasshoppers en assistentcoach Dennis van Mierle wat zij verwachten van deze wedstrijd. Tot zo.
Oké, bij mij staat coach Axel Gouw. Axel, welkom hier in Bemmel weer. Ik ben nu bijna 2 jaar actief als eindverantwoordelijk in Katwijk. Hoe gaat het? Hoe vind je het gaan? Ja, goed. Leuke groep. Nieuwe dingen meegemaakt dit jaar weer. Het is een zwaar jaar. Maar naar omstandigheden gaat het goed. Hartstikke fijn. In de wedstrijd in Katwijk, hè, natuurlijk kijken we daar in Bemmel wel met geknepen billen naartoe terug. Want het werd nog wel heel spannend. 77-79. Wat hebben jullie meegenomen? Ik kan me voorstellen dat het wel een domper voor jullie was ook. Dat je hem net niet over de streep wist te trekken. Ja, nee, ik weet het nog heel goed. Eerlijk gezegd was dat een periode. We kwamen uit een wat zwakkere periode. En ik was heel benieuwd hoe wij die wedstrijd gingen spelen. En we hadden ze gescout en we wisten gewoon, Bemmel speelt goed basketbal. Speelt samen als team. Het is snel. En dat lieten ze ook zien. En ik dacht in het eerste kwart, wat overkomt ons eigenlijk? En we weten dan toch aan te haken. En ja, je kan zeggen van ja, getergd of teleurgesteld. En eigenlijk was ik wel trots op dat we nog terug konden vechten. En toch konden laten zien dat we uit zo'n mindere periode konden komen. Ondanks het verlies. Ja, precies. Want je ziet ook wel dat echt de ingrediënten voor Grasshoppers zijn eigenlijk altijd heel hard werken. En vooral ook in rebounds zie je dat altijd terug. Dat moet je wel echt tevreden stellen, kan ik me zo voorstellen. Ze hebben ons afgetroefd in Katwijk, Bemmel. Ja, rebound. Over het seizoen gezien niet. Ja, gaan we vandaag rechtzetten, hoorde ik van die meiden. Oké, dat is in ieder geval heel goed. Hey, de wedstrijd in Den Helder, dat was ook wel een hele duidelijke uitslag. Maar ik neem aan dat je toch ook wel echt wel positieve dingen meegenomen hebt vanuit daar naar vanavond. Ja, in de eerste helft hebben we een aantal positieve dingen meegenomen. En in de tweede helft weet je, ook eigenlijk wel positieve dingen meegenomen, hoor, eerlijk gezegd. Maar ja, een aantal dingen die nekten ons. En ik denk dat we weten waar dat aan ligt. Kijken of we dat vandaag recht kunnen zetten. Nou, je zei al, hè, vanavond willen we echt die rebound battle gaan winnen. Dat kwam heel erg vanuit de groep terug. Ja. Wat is je verwachting van vanavond? Wat hebben jullie voor gedaan in de voorbereiding? Keihard vechten vandaag tegen Bemmel. Ja, dus, dat is eigenlijk wel wat we altijd zien in de onderlinge wedstrijden. Ja, Lisanne een beetje aan banden leggen, Anne oppakken en gewoon keihard vechten. Nou, we gaan er een hele mooie wedstrijd maken. Axel, ja, dankjewel dat je even wilde reageren. Dankjewel. Dennis Vermiele, assistentcoach bij Electitech. Yes. Vanavond moeten jullie aantrainen nog steeds zonder Ellen Meringa en Renske Tol. Ja. Verder iedereen fit? Ja, zeker. Iedereen is er fit. Iedereen doet lekker mee. We zijn er klaar voor. Ja. Axel zei net al van onze sterkte is altijd hard werken en rebounds pakken. Dat lukte ze in Katwijk niet. Dus ze willen dat vanavond hier echt laten zien. Hardbaas. Hoe heb je je team daar voorbereid? Of hoe hebben jullie je team daar voorbereid? Wij zijn natuurlijk ook bekend dat het sterkste wapen een aanvallende rebound is. Dus voor ons zal het nog steeds het controleren van de rebound zijn. Dat is bij ons het belangrijkste punt van aandacht zeker. Ja. Verwachten jullie eigenlijk weer zo'n nagelbijter als in Katwijk? Sorry, een? Een nagelbijter? Ja, dat kunnen we niet van tevoren zeggen natuurlijk. We hopen natuurlijk van niet, maar voor de fans thuis natuurlijk van wel om een mooie wedstrijd te zien. Ja, womensbasketballleague.nl die zei al van +3 na verlenging. Met overtime, ja. Ja, nou ja, overtime is altijd leuk, toch? Ja zeker. Hey, vorige keer spraken we elkaar en toen waren het 3 wedstrijden in 1 week. Ja. Nu heb je eigenlijk een hele week kunnen voorbereiden tot Grasshoppers. Ja. Dat is wel even lekker, denk ik, om weer even op adem te komen. We zijn even lekker op adem kunnen komen. De kleine pijntjes die we hebben kunnen herstellen. Dus dat is voor ons, het geeft toch weer net wat extra adem om deze wedstrijd in te gaan. Ja, en ook zeker, want er komen echt hele belangrijke weken aan. Hè, met natuurlijk de eerste wedstrijd vanavond. Ik weet, jullie houden er niet zo van vooruitkijken. Nee. Maar ook wel de wedstrijd tegen Binnenland, de wedstrijd tegen Den Helder hier thuis op tweede paasdag. Ja. Are you ready? Laten we eerst deze wedstrijd maar afwachten. Ik zei net zelf al. Nou, dankjewel Dennis. Heel veel succes vanavond. Yes, dankjewel.
Zo, ook ik zit weer inmiddels op de commentaarpositie hier in de schaapskooi, zo mooi in het midden van het veld. Eens kijken of we vandaag alles bij kunnen houden, daar gaan we wel van uit. Nou ja, we spraken natuurlijk bij de coaches, of in ieder geval de hoofdcoach van Grasshoppers en assistentcoach van Lectitec. Ja, en eigenlijk verwachten ze vanavond gewoon een hele goede wedstrijd. Een knokwedstrijd en ja, laten we hopen inderdaad toch op die overtime. En nou, in ieder geval een hele mooie wedstrijd. Nou, als we dan kijken, wie doen er niet mee vanavond? Ik zei net al tegen Dennis Vermeerle, Ellen Meringa en Renske Tol spelen niet. We zien wel weer Cato Koenen terug op het veld. Die vorige wedstrijd tegen Lensley Lions natuurlijk afwezig was. En bij Grasshopper zien we nagenoeg iedereen in tenue. Alleen Rosalie aan de wiel zit geblesseerd aan de kant en staat ook met twee krukken op het veld. We wensen haar natuurlijk heel veel sterkte. En ja, in de uitgestelde bekerfinale is natuurlijk ook Mia Hoordijk eerst geblesseerd geraakt. Die is er ook niet bij vanavond hier in Bemmel. Maar dat is ook wel echt een aderlating, kan ik me zo voorstellen, voor Axel Gouw om ja, toch wel een sterke spelverdeelster te missen. Nou, ik ga onze mond houden en we gaan luisteren naar Wim Biesters. Sportcentrum De Schaapskooi bij de wedstrijd tussen de teams van Lectitec en Sportief Combini Grasshoppers. Met nog twee speelweekenden te gaan bevindt de competitie zich in een beslissend stadium en het is bovendien reuze spannend. Nu de zegenreeks maar voortduurt, 11 zegens op rij, staat er vandaag weer een tegenstander van formaat op het programma. In de heenwedstrijd bleek al hoe de teams aan elkaar gewaagd zijn. Lectitec won uiteindelijk met 2 punten verschil, maar dit had net zo goed andersom kunnen zijn. Het zal dus zeker weer een enerverende wedstrijd gaan worden. Het team van Vincent van Sliedrecht speelt echter met veel overtuiging en hebben zeker vertrouwen in een goede afloop. Dan wil ik nu beginnen met het voorstellen van beide teams. Te beginnen met onze gasten uit Katwijk. Met nummer 4, Noor Driessen. 6, Iris Schovers. 7, Ilse Kuit. 8, Alice van der Plas. 9, Jara Paulides. 11, Sonja Kuit. 12, Marieke Verschiet. 13, Temmelin Groot. 14, Deborah Vos. 15, Lotte van Kruistum. En 30, Lieselot Kulk. En geblesseerd, helaas Rosalie aan de wiel. Team staat onder leiding van coach Axel Gouw en hij wordt geassisteerd door Michael Meskes en Saina Azad. Sportief Company Grasshoppers. Renske Tol en Ellen Meringa.
team staat onder leiding van hoofdcoach Vincent van Schiekrecht. En hij wordt geassisteerd door Robin Duiverman en Dennis van Mierlen. Team van Lekkerdek. Zo, en wanneer de rook is opgetrokken hier naar het voorstellen van de speelsters, dan zien we dat er nog 3 minuten te gaan is voor we gaan beginnen. Kijken we even met een schuin oog hoe het staat in Te Bergen, waar vanavond Jolly Jumpers spelen tegen BC Utrecht Kangaroes. En Jolly Jumpers keek tegen een achterstand aan, maar heeft dat omgebuigd naar een 19-15 voorsprong op dit moment. De scheidsrechters van vandaag, daar is een kleine wijziging ingekomen, dus ik moet heel even snel zoeken en ook even kijken wie ik zie staan. Ik zie Eveline van der Bos, Tobias de Raak, die zo te zien de crewchief is vanavond. En ik zie Jeffrey Groefzema als vervanger van Arnold Visser. Nou missen we hier vanavond in Bemmel eigenlijk 1 hele grote afwezige en dat is onze topvrijwilliger waar we er heel veel van hebben. Maar de Leentje Salakori die op dit moment thuis zit. En terug is vanuit het ziekenhuis. Leentje, heel veel sterkte en beterschap. We weten zeker dat je zit te kijken. En deze wedstrijd gaat naar jou. En we gaan even luisteren naar de eerste woorden van Vincent aan het begin van deze wedstrijd. From the get-go, take responsibility in effort, energy, one-on-one. That's just personal. Then secondary, rebounding. Defensively, we need to rebound all 5 of us. No leak-outs. Yeah? Offensively, yeah. I'm looking at you. I know you can do it, but we're not consistent at it yet. So let this be the game consistent at it. They substitute like crazy, but they start with 2 non-shooters, 4 and 12. Yeah? So if you switch on to them, be in the gaps a little bit extra, maybe jab at the help side in post-ups a little bit extra, you can do a little bit more. Yeah, you can do a little bit more. They're going to substitute after 2 minutes. So yeah, we start in single. Is vervangen door Jeffrey. Ja, we hoorden het Vincent heel duidelijk zeggen. Focus in defense, dat is nog niet consistent genoeg, dat is nog niet constant genoeg. En daarmee ja, toch wel echt, vraagt hij daar nog wel even de aandacht van, ook zeker de rebound battles. Hij gaf ook aan dat Grasshoppers heel veel wisselt en nu start met 2 non-shooters. Die opmerking van mij moet je even uit de stream halen. Dus dat er ja, zeker op de switch, dat we daar of dat we daar zeker in de screening goed tegen kunnen switchen. We zien de starters aan beide kanten. Ik ga heel even Wim iets achter zetten. ik zie Yveske Hoek, Jordi Kampman, Anne van Vlijmen, Julia Jongensma, Lisanne de Jonge. En aan de kant van Grasshoppers zie ik Ilse en Sonja Kuit, Noor Driessen, Marieke van Schie en Temlin de Groot. Of sorry, Iris Grovers. Zeg ik het nog verkeerd. We zien 10 minuten op de klok. 10 speelsters op het veld en 3 scheidsrechters. We kunnen gaan starten. En het eerste balbezit is voor Bemmel. Out of bounds, de eerste turnover voor Yveske Hoek. En de balbezit gaat naar Grasshoppers. Marieke van Schie, vrij hoog in de post, zoals we dat van haar kennen. En maakt daarmee de eerste score van de wedstrijd. De eerste score komt dus op naam van de center van Grasshoppers, Marieke van Schie.
En aan de andere kant Julia Jongensma. Hier is Govers in de post. Paast er naar buiten naar Ilse Kuit. Een van de drie zusters Kuit, waarvan we zeker hier in Bemmel wel hele goede herinneringen hebben aan Karin. En de rebound op het gemiste schot van Iris Govers is voor Yveske Hoek. Out of bounds, turnover, balbezit, Grasshoppers. U zult zeggen, wat gaat hij nu doen? Maar goed dat u bent afgestemd hier op de livestream in Bemmel. We zien natuurlijk ook veel sportconcurrentie vandaag. Natuurlijk met de pole position van Max Verstappen. Maar ook zeker het Nederlands elftal wat vanavond in de Johan Cruijff Arena speelt tegen Letland. Terwijl we hier een turnover zien van Ilse Kuit. Die Iris Govers niet kan bereiken. Balbezit voor Lectatec. En de voorsprong daar is voor Oranje 1-0. Martini Sparks, ze zijn heel goed uit de startblokken gekomen in eigen huis tegen Voorkonsul Binnenland. Na anderhalve minuut staat het daar al 7-0. Er zal een goede wake-up call nodig zijn van coach Joost van Rangelrooy. Driepuntspoging Anne van Vlijmen, ja, die is raak. Die dus vorige wedstrijd een dubbel-dubbel had met geloof 11 rebounds en 13 punten, zeg ik even uit mijn hoofd. En dus ook nu zich alweer met de eerste 5 punten heeft bemoeid. Sonja Kuit met het antwoord aan de andere kant. Brengt de stand weer terug op 5-5. Een 27-jarige forward in dienst van Katwijk. Sonja Kuit. Geen hits op de stagger screens voor Anne. Maar hij krijgt wel in de handen op de bal bij Jordi. Driepuntspoging Julia mis. Nou, dus mag je dan geen. Oh ja, wel toch de rebound voor Yveske Hoek. En de fout die gaat naar Sonja Kuit. Hier is fout Sonja Kuit. Lotte van Kuisling bij Grasshoppers in het veld. En bij Grasshoppers wissel voor Ilse Kuit komt in de plaats de 17-jarige Lotte van Kuisling. Terwijl we de sterke drive zien van Julia Jongensma over de baseline. En ook Deborah Vos zit klaar om in te komen bij Sportive Company Grasshoppers. Misser van Noord-Riesen, de rebound is voor Julia Jongensma. Van Jordi Kamman, die vorige wedstrijd zo belangrijk was en eigenlijk de wedstrijd tegen Lensley Lions echt in het slot gooide. En hier ging Lisanne de Jonge, die zo belangrijk was in de wedstrijd in Katwijk, naar de ring. Geen succes. Rebound naar de andere kant. Blockshot van Julia Jongensma op de poging van Lotte van Kruistem. Tot nu toe al belooft het veel goeds. Een innoverende wedstrijd niet altijd even goed. Veel turnovers, maar wel spannend. En hier hebben we ook alweer de turnover van Lisanne de Jonge. Opgepikt door Noord-Driessen. Die hem meegeeft aan Marieke van Schie, die de onderkant van de ring vindt. Vond dat daar een foutje bij zat. En gelijk hard naar de andere kant. Yveske Hoek geblokt door Noord-Driessen. Dubbele wissel aan de kant van Grasshoppers Deborah Vos. En Alisa van der Plas komen in het veld. En we vangen Marieke van Schie en Iris Govers. Fake pass van Julia. Mist uiteindelijk de lay-up en de rebound is voor Sonja Kuit. Deborah Vos en one op de fout van Jordi Kampman. Altijd een sterk wapen ook van Deborah dicht bij de ring. En de fout is van Jordi Kampman. Eerste persoonlijke fout, eerste teamfout. En Deborah schiet haar ploeg niet weer terug op voorsprong. Stand blijft 7-7 en de rebound is van Lisanne de Jonge.
paas van Yveske naar Julia in de post. En de, die is missen. De rebound weer voor Sonja Kuit. Toch al veel rebounds. Is gewoon nadrukkelijk met de rebounds. Heeft bemoeid tot dusver. En hier ook naar de ring gaat. En daar succes vindt Sonja Kuit. Vijf punten voor haar in de eerste 4,5 minuut van deze wedstrijd. Jordi met de drive. Ziet Yveske insnijden. Yveske kickt hem naar buiten. Ja, mooi gespeeld. Lisanne de Jong is het eindstation. Een goede drive voor Jordi. En een goed overzicht van Yveske om hem weer naar buiten te pasen. Lisanne de Jong. En de fout wordt gefloten tegen Yveske Hoek. Haar eerste. Eerste fout, Yveske Hoek. En weer een dubbele wissel. Iris Govers en Ilse Kuit komen terug en vervangen Noordriessen en Sonja Kuit. Paas komt er even Iris Govers. Weinig spacing op dit moment aan de kant van Grasshoppers. Drie punt poging, mis aanval, de rebound. Deborah Vos ook mis. En uiteindelijk de rebound voor Julia Jorritsma. Lisanne in de post. Ah, lekker schotje hoor vanuit de low post. Lisanne de Jonge. Ook zij op 5 punten en is samen met Sonja Kuit de topscorer in deze wedstrijd. De steal van Yveske Hoek. Oeh, nee, net niet. Toch opgepikt door Deborah Vos. 2 punt poging. 2 punten dus van Lotte van Kruistum. Lotte van Kruistum. De 17-jarige forward in dienst van Katwijk. Met 2 punten. In ieder geval een hele verre 2 punten. Anne hier met de baseline drive. En die is raak. Anne van Vlijmen vond zelf ook dat er een foutje bij zat. De scheidsrechters oordelen dat dat niet het geval was. Hier is Govers tegenover Anne van Vlijmen. Dat is toch een kop kleiner. Maar hij zoekt het niet meer naartoe. En wat wordt er gefloten? 3 seconden denk ik. Time-out. Dat er gefloten wordt. En we krijgen een time-out. En dan gaan we even meeluisteren met Vincent van Sliedrecht. It's a high-paced game, but give me everything you have, and if you're done, call for a sub. But what we can't do is take possessions off. Keep jabbing at them. Try and get a steal. Create some tension so we're forcing turnovers. Right now, we're just letting them run their offense. Offensively, they're running out of 45. Set that extra screen. It's wide open. Yeah? Here we go. Aggressive! En de wissel die Vincent van plan was om door te voeren is nu ook doorgevoerd. We zien nu Gracie Roberts terug op de vloer. Als vervanger van, of terug op de vloer, als vervanger van Jordi Kapman. En de balbezit is weer voor Lectatec. Flare screen van Gracie Roberts op Anne van Vlijmen. Kijk, de schutter niet vrij, maar nu wel andersom. 3-puntspoging Gracie Roberts. Miss en rebound is voor Alisa van der Plas. Deborah Vos in de post tegen Anne van Vlijmen. Buitenveld, goede vriendinnen. Rebound Gracie Roberts, maar die krijgt hem niet bij Anne van Vlijmen.
En dat betekent balbezit Grasshoppers. Ilse Kuijn naar de ring. Miss rebound Lisanne de Jonge. Driepuntspoging Julia Jorritsma, miss rebound Iris Govers. Lekkere paas hoor van Ilse Kuijn, maar het blokshot van Julia Jorritsma is wel veel lekkerder op Deborah Vos. En snel naar de andere kant, aan de buitenkant gevonden, Lisanne de Jonge. Ja hoor. En die hebben we ook al eerder gezien, hè? Toen was het de paas van Yveske die richting Lisanne ging in de hoek. 8 punten voor Lisanne. En dat vond Axel Gouw een reden om een time-out aan te vragen. Dus wij gaan even luisteren hoe dat klinkt aan de kant van Lek de Tech. Get back, and we can bail out the block shots, but we can't count on those the whole game. We got to be positionally right. 22 delay into 23, one time. Yeah. One time. After that, we're back to 55. We're playing big now, non-shooters, so we're Xing. Yes? 22-23, one time. After that, we're in 55X. Yeah. When you run like this, it's open. Okay? Go. Yeah. Wel wat aanvallende aanwijzingen ook voor Lekker Tech. Ik zie Asa Kantenbeen in ieder geval het shut hebben uitgedaan. Dus die zal het veld in komen. En ook Kato Koenen. Die we natuurlijk de vorige wedstrijd tegen Landslake Lions moesten missen. En het balbezit is op de baseline voor Grasshoppers en gaat ingenomen worden door Alisa van der Plas. Andere van der Plas, die altijd een plaaggeest was onder de borden voor Grasshoppers en altijd op de goede plek stond voor de juiste rebounds. Terwijl we hier een loopovertraining zien van Noord Riesen. Die zit niet meer bij de selectie. Dan had ik het natuurlijk over Ingrid van der Plas. Bal naar buiten naar Gracie Roberts, die een stapje dichterbij. En hem vanaf daar raakschiet Gracie Roberts. 2 punten voor de point guard van Lek de Tech. Waar haar vriend Caleb Warner morgen hier in de schaapskooi aantreedt tegen Apollo Amsterdam. En we zouden een 3 punten zien van Ilse Kuijt. Haar eerste 3 punten in deze wedstrijd. Waar dus Caleb Warner met Joost United morgen hier om 4 uur thuis speelt tegen Apollo Amsterdam. En dan zal het commentaar gegeven worden door Wim van der Bos en Sam Linders. En ja, dat is te bekijken via icons. Kijk daar zeker ook even voor op de socials van Joost United. En dat is een schotklok overtreding en dat betekent balbezit voor Grasshoppers. Noord Riesen verlaat het veld en Lotte van Kruistum komt terug op het veld. Shotklok violation, dus de balbezit is voor Grasshoppers. Lektidek kreeg niet binnen de 24 seconden de bal richting de ring. Goede verdediging van Grasshoppers. Dus de Kuit geeft de bal hier aan Iris Govers. Paas, ja, toch wel een tricky paas hoor, maar richting Alisa van der Plas. Ah, ook nu weer niet in de aanval de rebound voor Deborah Vos. Die heeft toch wel wat pech daarin in de strong finishes onder de basket. En we krijgen een jumpball en de pijl wijst richting de basket van Katwijk. En dus dat betekent een balbezit voor Grasshoppers, waar we zien dat Ilse Kuit wat last had en daarom wordt vervangen door Noord Riesen.
En dan vervolgens nog een wissel. Deborah Vossen wordt vervangen door Temlin de Groot. En Aya de Riep komt in het veld voor Anne van Vlijmen. Baseline aan de plaats met 14 seconden op de klok. Voor de Grasshoppers. En die komt vervolgens in de handen terecht bij Temlin de Groot. De persoonlijke fout is voor nummer 11 Aya de Riep. Haar eerste persoonlijke fout, derde teamfout. Eerste fout Aya de Riep. Tweemaal. En op de lijn staat Noord Riesen. Die de eerste raak schiet. Noor die over het seizoen heen echt wel vaak al op de vrije worplijn heeft gestaan. Namelijk al 68 keer. En staat op een percentage van 54%. Dat zal Noor toch niet echt tevreden stellen. 54% vanaf de vrije worplijn. En schiet nu ook 1 uit 2. Dus komt toch wel aardig in de buurt van haar gemiddelde zo. Aan zijn kant mee naar de ring met een onderhandse lay-up. Die is mis. Goed verdedigd ook door Lotte van Kruistem. En de fout op de vloer gefloten. En de fout die gaat naar nummer 5. Gracie Roberts, eerste fout. Dat is de vierde teamfout voor Lekker Tech. Julia Jongensma komt terug voor Lisanne de Jonge. En een dubbele wissel weer bij Katwijk. De zusjes Kuit, Ilse en Sonja komen in het veld. Voor Alisa van der Plas. En voor nummer 15, Lotte van Kruistem. Sonja Kuit legt aan voor 3. Ja hoor. Lekker schotje weer van Sonja die nu net in het veld komt. 19-18, 1 punt voorsprong voor Lectatec. En Lectatec heeft de laatste aanval in het eerste kwart. Dus we gaan eens kijken wat dat gaat brengen. Tot nu toe een turnover van Aya de Riep die Noor Driessen wegstuurt. En Noor, de finger roll van Noor, die gaat erin. En dat betekent dat we dus het eerste kwart eindigen met de stand 19-20 in het voordeel van Grasshoppers. En de laatste score kwam dus op naam van Noor Driessen. Ze zijn al elkaar gewaagd. En we gaan weer even luisteren naar de coachingstaf van Lectatec. Is from behind the switch and all of them from Kuit, I believe. That's when she gets over the switch, if you're not aggressive enough coming up, she just takes it. And we fell for it. 9 points. 9 points. The rest is transition. We can do better than this defensively. As soon as we're set, we're talking, we're in control. Three lazy switches and we're 1 point down. Come on, don't fall for that. When you come off the bench, you're there to bring extra energy in defense. In offense, execute. And if you're open, take the damn jump shot. Come on now, step it up. Three lazy switches en een 9 punten van Sonja Kuit. Het heeft er 8, maar goed, oké. Die komen toch vanuit lazy switches, hè? Dus wanneer ze elkaar overnemen in de defense, krijgen ze toch te veel ballen open. En de rest van de scores kwamen uit transition, dus dat wil eigenlijk zeggen dat Vincent redelijk tevreden is over de... over de setplay defense. Maar eigenlijk elke keer na een turnover valt mij toch ook echt wel op. Krijgen we snelle scores aan de andere kant. En daarnaast was hij ook niet echt tevreden met de energie, de extra energie die de meiden die vanaf de bank komen zouden moeten leveren. En dat resulteert in een 1 punt achterstand. Maar wel nu de bal voor Lectatec via Anne van Vlijmen naar Julia Jortsma. Gracie die even speelde met de gedachte van de 3 punten.
Fout van de bal af naar nummer 6, Iris Govers. Haar eerste persoonlijke fout. 14 seconden op de klok. En aan de zijkant, balbezit weer voor Lectitec. Out of bounds. Dus Kato stond met de hakken denk ik op de, over de zijlijn. En dat betekent de turnover. Waar we er in het eerste kwart al 6 hadden. En 2 steals, dus dat betekent inderdaad 4 unforced turnovers. Dus ja, dat is toch echt te veel, zeker na zo'n eerste periode. En we zien Yveske Hoek en Lisanne de Jonge weer terug op het veld. En waar we trouwens net al Anne van Vlijmen natuurlijk ook weer terug zagen komen. Noord Riesen met de onderhandse lay-up. 5 punten voor de nummer 4 van Grasshoppers. En nu is het dan wel zaak voor Lectitec om te blijven scoren. Deze 3 punten van Gracie Roberts kan daarbij helpen. Nee, net niet. En de rebound weer van Noord Riesen. Het is toch belangrijk dat Lectitec wakker gaat worden om de aansluiting te blijven houden in deze wedstrijd. Temmelin de Groot, paasen weer naar buiten. Noord Riesen zoekt Ilse Kuit die een goede fake maakt, waar Gracie Roberts in haar close-out hard naar buiten komt. Goed gespeeld. Mooie paas van Anne. Yveske net niet scherp genoeg. Touch van Lisanne. Uiteindelijk tot de bal bij Sonja Kuit. En de 3 punten van Noord Driessen. Die is een miss. En de rebound is voor Anne van Vlijmen. Snel weer naar de andere kant. Gracie Roberts. Swingt hem via Julia naar Lisanne de Jonge. Turnover van Lisanne. Jammer, deze paas onderschepte door Ilse Kuit. En Grasshoppers gaat toch voor de setplay. En hier de steal van, Gracie Roberts op de turnover van Noord Driessen. Lekker blok van Noord Driessen. En die heeft ook de rebound. Dus die blokte Gracie Roberts en pakt daarin ook de rebound. 3 punten aan de andere kant. Weer van Sonja Kuit. Mis. En de rebound van Anne van Vlijmen. Nice. Goeie trail van Yveske Hoek. En goed gezien door Anne. De eerste 2 punten van Yveske. En we zien Axel Gauw al vroeg in het tweede kwart duiken in zijn tweede time-out van de eerste helft. En de stand is 21-22. Honest about this. Normally I'd let the subs go a little bit longer, but we lost control because of it. Yeah? And we're not going to get it back by hoping it's going to come back. It has to come back by, again, being aggressive on the switch, communicating, running back in transition, doing the things we need to do to get control on the defense again. Yeah? Offensively, let's execute. Keep the ball moving. You notice switching, so standing still is not an option. Yeah? In transition, go into up, flow into it, else we like 45 right now, and they also have a lot of problem guarding fist. Yes, here we go. Vincent, vooral nu coachend op de aanval, waar we in de arena 5000 juichende oranje supporters zien. Toch mooi ook die field lab experimenten om toch te kijken weer om bezoekers bij sportwedstrijden te krijgen. Ja, het zal toch mooi zijn als we hier straks in de play-offs weer de schaapskooi echt lekker kunnen vullen met wat publiek. En om dat sfeertje hier in Bemmel te laten gelden. En ik weet dat Vincent van Sliedrecht bijvoorbeeld daar echt op zit te wachten. Tot hij dat ook eens mee mag maken als coach van Lectitec. Maar goed, voor nu nog weinig te juichen. Want we staan nog steeds 1 punt achter het begin van het tweede kwart. En we hebben balbezit hier voor Grasshoppers. Noord Riesen naar de ring. Foutje Jordi Kapman. Noord toch niet helemaal in controle, zeg maar, over haar move. En vond toch de handen van Jordi op het schot. Dus hij mag naar de vrijworplijn. Terwijl Jordi tegen haar tweede persoonlijke fout aanloopt. Noord mist de eerste.
En de tweede van Noors ook mis. 1 op 4 op dit moment vanaf de vrije worplijn. Voor de nummer 4 van Grasshoppers. En de rebound was voor Julia Jongensma. Die nu gezocht wordt in de post door Anne. Waar Noor toch echt wel met een slimme touch aan zat. Missen vanaf de vrije worplijn van Julia. En de rebound is voor Alisa van der Plas. Noor mis. Aanvallende rebound Marieke van Schie. En de turnover van Marieke van Schie. Goed gezien door Yveske Hoek, die de bal erin gooit en de ploeg weer op 1 punt. Voorsprong brengt 4 punten voor Yveske op dit moment. Deborah Vos tegen Anne van Vlijmen, Antoine. Anne maakt haar eerste persoonlijke fout, tweede teamfout. En Deborah maakte natuurlijk de score 4 punten tot dusver. De vorige was ook een end one van Deborah, maar ze benutte de bonusvrijworp niet. Dus kijken of dat nu wel gaat lukken. En dat lukt nu wel, Deborah Vos 5 punten tot dusver. Lisanne de Jonge mis. En er is een fout gefloten met 2 vrije worpen. Fout is van nummer 11. Dat is Sonja Kuit, haar tweede persoonlijke fout. Tweede teamfout. En op de vrije worplijn Lisanne de Jonge. Maar wacht eerst even op de wissel. Marieke van Schie wordt vervangen door Iris Govers. En Lisanne mag aanleggen voor de eerste vrije worpen deze wedstrijd. Aan de kant van Lektetek dan wel natuurlijk. En met deze 2 vrije worpen is zij de eerste dame in de dubbele cijfers. 10 punten voor de nummer 10. We zien Lektetek nu in een zone defense. Julia echt goed coachend achterin om iedereen naar de buitenkant te sturen. Geven de 3 punten weg aan Iris Govers, die is mis. En ja, dan de aanval van de rebound. Ik zou bijna zeggen wie anders op dit moment dan Deborah Vos. Maar ook, moet ik zeggen, wie anders dan die dan vervolgens niks doet met die aanval van de rebound. Of in ieder geval niet tot scoren komt, Deborah Vos. En we hebben een gelijke stand, 25-25. Valt op dat de Grasshoppers inderdaad zeker in de bucket toch vaak nog wel even een handje heeft. Terwijl we hier een 3 punten zien van Anne van Vlijmen die mis is en de rebound van Deborah Vos. En we zijn Grasshoppers toch vaak even een handje tegen de bal zodra iemand van Lekkertek in de bucket de bal wil krijgen. Daardoor toch eigenlijk niet gebalanceerd tot schoten komt. Hier een mooie 2 punten, sorry. Er worden 2 punten gegeven aan Lisa van der Plas. 2 punten. Goed gezien hoor, in de short corner stond Yveske Hoek die nu haar 6e punt binnen gooit. Goed gezien door Julia Jorritsma die de assist gaf in deze. Noord Riese, mis, rebound Yveske Hoek. En de fout voor Alisa van der Plas, haar eerste persoonlijke fout. En de derde teamfout voor Grasshoppers. Een dubbele wissel zie ik. Ja, Ilse Kuit weer terug. En ook Lotte van Kruisten weer binnen de lijnen. Is van de jongen die aangeeft de aanval shirt te willen spelen. Zoekend naar de 3 punten van Jordi Kamman. Terwijl Julia eigenlijk een mooie reboundpositie heeft daar. Ja, wel onder controle krijgt. In ieder geval niet zelf onder controle krijgt. Maar er wel voor zorgt dat Lektetek controle krijgt over de bal.
En we krijgen een baseline out of bounds. 10 seconden op de klok. En de bal gaat ingenomen worden door Anne van Vlijmen. Turnover van Yveske Hoek. Marieke van Schie geeft hem mee aan Ilse Kuit. En de steal van Anne van Vlijmen. Op de paas van Marieke van Schie. Die Lotte van Kruisten probeerde te bereiken. Yveske Hoek. Ja. Heel belangrijk in het tweede kwart. 8 punten al tot dusver in deze periode. En ook haar wedstrijd totaal. Een fout gefloten wederom op de vloer. En de fout gaat naar Anne van Vlijmen. Haar tweede persoonlijke fout. De derde teamfout. En nu kunnen we zeggen dat iedereen die bij Grasshoppers een tenue aan heeft ook op het veld heeft gestaan. Want Sonja Kuit die wordt vervangen door Lieselotte Kulk. En Noordrieser komt in het veld en vervangt Iris Govers. Ilse kon Noor niet bereiken en de bal werd opgepikt door Yveske Hoek. En een aanvallende fout. Een moving screen van Yveske Hoek. Haar tweede persoonlijke fout. En dat is de vierde teamfout van Lek de Tech. Tweede fout, Yveske Hoek. Marieke van Schie, mooi backdoor gesneden. En de aanvallende rebound ook van Marieke. 3 punten poging mis, maar wel de aanvallende rebound. En de score, Lieselotte Kulk. 17 jaar geforward. Haar eerste 2 punten in deze wedstrijd. En de 3 punten van Jordi Kamman. Terwijl ik even aan het kijken was of dat de eerste score was van Lieselotte Kulk. Maar dat is zeker niet het geval. Scoorde al 54 punten. Scoort een gemiddelde van een kleine 5 per wedstrijd. Dus zeker niet de eerste score. Aanvallende fout gefloten. Ja, als je hem aan de andere kant geeft, moet je hem hier ook teruggeven. Yveske Hoek en de fout die gaat naar Ilse Kuit. Haar eerste persoonlijke fout. En de vierde teamfout. Dus beide teams zijn nu in de penalty. Twee vrije worpen voor Julia Jorritsma. En de fout die gaat naar nummer 14, Deborah Vos, haar eerste. Julia mist de eerste. En de tweede is wel raak, Julia Jorritsma. Vijf punten voor Julia zover in deze wedstrijd. 3 punten mis, volgens mij was Lieselotte Kulk, als ik het goed zag. Out of bounds, balbezit is voor Grasshoppers. De 3 punten, Ilse Kuit mis, aanvallende rebound.
is van Lieselotte Kulk. Missen werd geblokt door Julia Jongertsma. Als ik het goed zag, was het Julia in ieder geval. Lastige bal van Jul Miss. En de rebound is voor Ilse Kuit. En die bal werd als laatste aangeraakt door Ilse. Dus de bal gaat naar Lek de Tech. Voor de wedstrijd sprak ik natuurlijk al even met Dennis Vermierle. Gaf ook al aan van hele belangrijke weken voor Lek de Tech. Natuurlijk staan de play-offs voor de deur. Dus wil je zoveel mogelijk je thuisvoordeel houden. Maar daarvoor moeten nog wel een aantal hobbels genomen worden. Ik heb toch geprobeerd om een kleine voorspelling los te krijgen bij Dennis. Maar het lukte niet helemaal. Dus we bekijken het echt wedstrijd voor wedstrijd. Terwijl we hier drie punten zien van Anne van Verlijmen, aanvallende rebound Julia Jongertsma. En dus deze wedstrijd is een belangrijke, maar ook zeker op 3 april op zaterdag spelen ze tegen Voorkoshulp Binnenland de uitwedstrijd. Een wedstrijd die hier thuis werd gewonnen. Missel van Anne van Verlijmen hier nu, rebound van Ilse Kuit. En dan die maandag erop, op tweede paasdag, is er een double game hier in Bemmel. Dat wil zeggen dat om 1 uur spelen de dames tegen... mooie reverse layup trouwens van Lotte van Kruisten. Speelt dus om 1 uur spelen de dames hier tegen Dosie BV Den Helder. Echt een... daar heeft Bemmel wat recht te zetten na de verloren wedstrijd. De enige verloren wedstrijd dit seizoen. Terwijl we hier de 3 punten zien van Yveske Hoek op de assist van Anne van Vlijmen. En ook Yveske dus nu in de dubbele cijfers 11 punten. En op tweede paasdag om 4:30, dus nagenoeg aansluitend, speelt ook Joost United een thuiswedstrijd. En als ik het goed zeg, is dat de thuiswedstrijd tegen Basketbalacademie Limburg. Driepunt poging van Lotte van Kruisten mis, rebound Lisanne de Jonge die maar de vrije worplijn mag. Waar Lieselotte Kulk haar eerste fout maakt. Dus Lisanne mag naar de lijn voor 2 vrije worpen. En Lies benut de eerste. En ook de tweede is raak nog 100% vanaf de vrije worplijn. 4 uit 4. Lisanne de Jonge. Sonja Kuit komt terug en vervangt Lotte van Kruisten. Ik heb het heel even snel nagezocht. De Joost United speelt op tweede paasdag niet tegen Basketbalacademie Limburg. Maar krijgt Ares Leeuwarden op bezoek. Laatste aanval in de eerste helft. Nog 8 seconden op de klok. Balbezit Grasshoppers. 7 punten voorsprong van Lek de Tech. Dus dat gaan ze niet meer weggeven nu. Dan wel hier een 3 punten van Ilse Kuit mis. En dat is het einde van het tweede kwart. We gaan rusten met de stand 38-31. Een mooie wedstrijd tot nu toe. Echt een spannende pot waar gewoon echt heel hard wordt gewerkt voor iedere bal. Hartstikke mooi. Ik krijg trouwens wel een kleine rectificatie. Dat klopt helemaal. Ik zei iedereen bij Grasshoppers even op het veld te staan. Maar we hebben Yara Paulides nog niet op de vloer gezien. Dus dat klopt. Het was een innoverend potje. Leuk, spannende wedstrijd tot nu toe. Niet altijd echt heel goed basketbal aan beide kanten. Maar wel erg aantrekkelijk, want er gebeurt heel veel. Eindstand, eerste kwart was 19-20. En nu 38-31. Dus ook in dit kwart heeft Bemmel 19 punten gescoord. Maar de verdediging wat aangetrokken, want Katwijk scoorde 11 punten. Topscorers aan beide kanten. We zien Lisanne de Jonge met 12, Yveske Hoek met 11. En dan Anne van Vlijmen en Julia Jongersma beide met 5. Aan de kant van Grasshoppers 8 punten voor Sonja Kuit. En dan vervolgens 5 punten voor Noord Riese en Deborah Vos. Lotte van Kruisten 4. Wij gaan hier even rusten. Komen ze zo meteen in de rust zeker nog even bij u terug met de wedstrijd of met een interview met assistentcoach Robin Duiverman. Ik ben benieuwd wat hij vond van de eerste helft. En ook zeker wat is er in de kleedkamer meegegeven om de tweede helft door te trekken en te zorgen dat we die wedstrijd winnend over de streep gaan krijgen. We gaan even rusten en we zien u zo meteen terug.
Yes. Robin Duivenman, eerste reactie zo in de halftime. Ja, spannende wedstrijd. Ja, eerste reactie. We gaan net om net 50-50 ballen. De rebound, daar moeten we wat scherper op zijn. Ons doel was vooral transitions tegen grasshoppers. Daar hebben ze echt wel, maken ze bij de meeste teams echt een punt van. En die behouden wij wel goed, maar moeten we wel scherp op blijven, want hij begint een beetje door te komen. Dus dat is een beetje eerste reactie, ja. Ja, je zei hè, die transition in het eerste kwart. Ja. Of transition wilde je stoppen, hè, dus ja. Dat ze dat echt wel hun wapen is. Eerste kwart kwamen ze er toch wel een aantal keren echt wel heel mooi, heel goed mee weg ook. Hè, met, Absoluut, ze zijn een paar keer doorheen gekomen, maar wel op moeilijke schoten. En natuurlijk, een team zoals Grasshopper is zo snel, vaardig 1 tegen 1, prachtig. Die zijn moeilijk te stoppen in transition, ja. Maar we hebben ze moeilijke schoten laten maken. Ja. En dat zie je ook terug in de percentages. Die liggen er niet om. En daar houden wij ze mee uit de wedstrijd. Ja, precies, want je ziet, ze schieten 34% en jullie kruipen richting de 50, ja. 46,5. Maar je ziet toch ook wel, zij pakken 9 aanvallende rebounds in de eerste helft. Dat is ja, voor Grasshoppers doen oké, maar ik denk dat jullie toch graag heel veel minder hadden gezien. Ja, klopt. Wij willen daar echt wel wat meer. Zeker na de afgelopen wedstrijden is dat echt wel een puntje bij ons geworden. Tegen een team zoals Grasshopper met hun atletisch vermogen is dat moeilijk. En zijn we nog best wel prima bezig met 1 rebound verschil. Daar moeten we wat scherper op zijn, maar ze doen het niet verkeerd. Nee, precies, want je ziet ze pakken 9 aan van de rebounds, maar precies. Scoren daar maar 3 punten uit. Ja, hè? Inderdaad. Kijk, dus als ze die ballen straks wat dichter bij de ring gaan maken, we zagen zeker Deborah Vos de eerste helft een aantal ballen missen waarvan je normaal zegt, die maakt ze. Ja. Dus ik denk toch dat we opgaan naar een hele spannende tweede helft. Daar denk ik ook. Ja. Spannend, mag ik de eerste helft samenvatten? Spannend, maar niet heel goed soms. Hij is spannend inderdaad. Onze plays liepen net even niet lekker. We hadden even een dipje door hun krachtige 1 tegen 1 even. Ja. Daar schrokken sommige speelsters van ons van. Dat is geen probleem. Wij hervatten ons gewoon weer in onze plays. Daar vertrouwen we op. Dus we weten dat ze dat kunnen. En zij weten dat ook. Dus dat komt vanzelf goed. Ja. Hey, Vincent die zei in een time-out ook op een gegeven moment van ja, als je van de bank komt verwachten we dat stapje extra. Ja. Dat zal in de halftime ook nog wel een keer benadrukt zijn verwacht ik. Ja, absoluut. We hebben dat even goed besproken. Dat is toch echt wel de bedoeling. Die energie moet er gewoon inkomen. En het is niet de bedoeling dat wij terug in dat dipje vallen, zeg maar. Ik denk dat ze het wel hebben begrepen. Ze moeten zich gewoon weer even herpakken. Ja, Grasshoppers is een intimiderend team met een atletisch vermogen. En voor bankspelers die normaal niet zoveel minuten maken, is dat een intimidatiefactor. Maar ik denk dat ze zich goed hebben herpakt. Ja, zeker weten. Nou, op naar een mooie tweede helft. Zeker. Robin, dankjewel. Dankjewel. Ah, je ziet Robin Duivenman ook aangeven eigenlijk zo in de halftime van nou, we zijn ja, gematigd tevreden over de eerste helft. Het is, hun zijn heel sterk 1 tegen 1, werken hard. Toch die aanvallende rebounds waar ze eigenlijk weinig mee doen. Maar over het algemeen wel tevreden met het beeld van de eerste helft. Meer energie nodig vanaf de bank was ook een heel duidelijk statement die hij maakte. Ik denk dat we op kunnen naar echt een hele spannende tweede helft. En dan gaan we zo van genieten. Nog 1 minuut 54 te gaan. En dan gaan we kijken naar de tweede helft. Nog even wat statistieken dan ook. We zien bij beide ploegen nagenoeg geen verschil in balverlies. Lectatec gooit 10 keer de bal weg. Waar Grasshoppers dat 9 keer doet. Reboundend is het 1 rebound verschil. 22 voor Grasshoppers, 21 voor Lectatec. En wat Robin ook terecht zei, de percentages zijn oké. Okay, 46% van het veld. En 34% aan de kant van Grasshoppers is voor Grasshoppers doen laag. Ik verwacht toch eigenlijk nog wel een hele spannende tweede helft. 7 punten verschil, 38-31 in het voordeel van Lectatec. Maar die tweede helft, dat gaat er eentje worden om van te gaan genieten. Dus ga lekker zitten op de bank en tot zo.
Lek en Grasshoppers. Eerste helft. Denk ik ook mensen thuis streamen, mensen denk ik van genoten in deze tijd waarmee gespeeld wordt. En zoals we al zeiden, de teams zijn erg aan elkaar gewaagd. Dus dat belooft voor de tweede helft veel goeds. Kijken we ook even naar de tussenstanden op de andere velden. We zien met nog 1 minuut te gaan in het derde kwart in Tubbergen. Een stand van 56-38. Jolly Jumpers tegen BC Utrecht Kangaroes. En waar het ook nog echt wel spannend is, is in Haren. Voor Consult Binnenland staat daar 2 punten achter. Of 2 punten voor, sorry. 47-45, 2 punten achter, sorry. 47-45 tegen Keizer Capital Martini Sparks. Terwijl we hier een 3 punten zagen. Als ik het goed had, was het Sonja Kuit. Die de 3 punten nam en raakte. En daarmee toch wel ook het huistempel. Of in ieder geval het visitekaartje van Krasop afgeeft voor de tweede helft. Al over de baseline. Miss. Rebound is voor Ilse Kuit. Ik schrijf 3 punten gewoon bij Sonja op. Daarmee de dubbele cijfers. 11 punten. Rebound Anne van Vlijmen. En ik was ook eigenlijk op zoek naar een tussenstand Landslake Lions tegen Triple Threat, maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Yveske Hoek, sterk naar de ring, 13 punten voor de nummer 0 van Lectitech. Die livestream zie ik ook niet staan op womensbasketballleague.nl. Rebound Lisanne de Jong op de misser van Ilse Kuit. Dankjewel Robin, 17-22 in Landsmeer. Dus, Triple Threat leidt daar tegenover Landslake Lions. En de wissel aan de kant van Grasshoppers. Alisa van der Plas komt in het veld en vervangt Noord Driessen. Waar Lisanne de Jonge klaar staat om de bal in te nemen voor de tweede helft. Yves Hoek mis, rebound Iris Govers. Gaat via met Alisa van der Plassen met een tempo naar de andere kant. En aanleggend voor de 3 punten, Ilse Kuit. Ilse Kuit, 3 punten. 6 punten voor Ilse tot dusver. Aanvallende rebound Anne van Vlijmen, mis. En dan vervolgens de rebound voor Sonja Kuit. De eerste miss was van Julia Jorritsma. En Sonja drukt af. In your face, Anne. 3 punten van Sonja Kuit. Goed verdedigd, hè? Hand in het gezicht ook van Anne, maar toch Sonja voor de 3 punten. 14 punten is daarmee de topscorer in deze wedstrijd. En de stand is weer gelijk, 40-40. En Lectitech komt ook nu niet tot scoren. Rebound voor Elisa van der Plas. Hier Schovers tegenover Anne van Vlijmen. Ilse Kuit drukt af. Goed verdedigd Julia Jorrits, maar goede rebound van Lisanne de Jonge. Bemmel heeft toch wel een score nodig nu. 10 seconden op de klok. Julia in de post. Krijgt hem niet. Krijgt hem uiteindelijk wel, maar er is een fout gefloten. Ik denk dat hij naar Sonja Kuit ging. Ze kreeg net ook die 3 punten van mij, dus krijgt ze nu ook de fout. Dubbele wissel. Marieke van Schie en Noordriessen komen terug voor Ilse Kuit en Iris Govers. Ah, ja hoor. Anne van Vlijmen met assist. Scoren Yveske Hoek.
En daarmee is Yveske weer de topscorer in deze wedstrijd met 15 punten. Yveske zit daarmee nu al boven haar gemiddelde. Hè. Ze scoort 14,25 punten per wedstrijd. En staat nu al op 15. Bal in de post naar Julia Jorritsma. Mis een rebound voor Marieke van Schiet. Sonja Kuijt mis, rebound Lisanne de Jonge. Ja hoor, Yveske. Zo, en ik weet niet of u ook het geluid kwijt bent, maar ik ben het geluid kwijt. Yveske maakte deze bal 17 punten. En vervolgens een time-out aangevraagd door Axel Gouw. Dus ik ga kijken of we het geluid van de time-out bij u kunnen krijgen. Solid pressure on the perimeter, which opens up our driving lanes. So let's get the people who we want to attack those driving lanes. So stay in horns. I still like 45 because there's no escaping that extra screen. And so a couple of horns and look to attack off of the horns. Look to attack if you do or do not get the handoff. Yeah, and let's go to the rim strong. If you do, they're not collapsing, so go at the rim hard, pump fake it in their body, get on the line, get me an end one. Defensively, yeah, transition. Inmiddels heb ik ook weer audio. Ik heb de time-out niet meegekregen, dus ik kan niet aanstippen wat Vincent heeft aangehaald in deze time-out aangevraagd door Axel Gouw. Maar ik verwacht dat u dat haarfijn heeft meegekregen. 44-40, derde kwart na 4 minuten. Ging rusten met een 7 punten voorsprong. Daar heeft Gashoppers er al 3 van afgehaald. En kijken wat zij nu kunnen doen met het balbezit. Wat zij nu verkrijgen. We zien Ilse Kuit zoekend tegenover Kato Koenen. Die elkaar ook wel kennen van de Nederlandse teams waar ze samen hebben gespeeld. Aanvallende rebound Alisa van der Plas. Ilse Kuit mis. En een fout op de knot van Ilse. Door Lisanne de Jonge. Eerste persoonlijke fout, eerste teamfout. Wissel aan de kant van Lectatec. Jordi Kampman verlaat het veld en wordt vervangen door Gracie Roberts. Ilse op de vrije worplijn, de 21-jarige forward van Grasshoppers. Die daar dit seizoen 90% schiet vanaf de vrije worplijn. Is wel een van de betere schutters. En meestal, als we dat zeggen, gaat vervolgens degene daarna het mis. Staat dus nu op 50%. Maar schiet normaal 90% van het veld. Of vanaf de vrije worplijn. 3 punten Lisanne de Jonge mis. En de rebound aanvallend is voor Kato Koenen. Zou je zeggen, maar er is een jumpbal. Dus de bal blijft voor Katwijk. De bal blijft voor Katwijk, de bal blijft voor Bemmel en nu is de bal voor Katwijk. Wissel, Sonja Kuit komt terug en vervangt Alisa van der Plas. Sonja Kuit komt terug. Goeie stripe van Gracie Roberts. En tikt daarmee de bal over de baseline. Dus het balbezit is voor Grasshoppers.
natte plek op de vloer. En die is droog genoeg, dus we kunnen verder. Aha, dit is wel een mooi balletje hoor, van Ilse Kuyt. Snel op de voeten. Eerst een beetje dreigen met de drie punten. Vervolgens sterk naar de ring. Een mooie actie, Ilse Kuyt. 9 punten. Gracie Roberts met een soortgelijke move. Ook een lekkere bal. 4 punten voor Gracie Roberts. En het verschil is 3 punten, 46-43. De bal via de voet, dus een voetbal en een dubbele wissel. Temlin de Groot komt voor Marieke van Schie en Julia Joritsma komt voor de topscorer in de wedstrijd, Yveske Hoek. En de bal gaat ingenomen worden op de baseline door Noor Driessen. En de bal komt bij Ilse Kuyt naar Sonja Kuyt met de 3 punten. Mis. En de rebound is voor Lectatec. Komt weer een wissel aan. Vincent zei het al aan het begin van de wedstrijd. Axel wisselt veel door. Noor Driessen wordt vervangen door Alisa van der Plas. Zijn er vervelende screens? Het was een goed screen hoor van Julia, maar als je daar niet in gecoacht wordt, zijn dat hele vervelende backscreens om tegenaan te lopen. Dat zag je ook wel in de reactie, eerste reactie van Alisa van der Plas. Maar ze zijn wel heel erg bruikbaar. Dan wil je de missel zien van Lisanne de Jonge. Rebound van Temlin de Groot. Het zijn natuurlijk wel voor alle hele bruikbare screens. Die toch wel helpen om de bal op een goede manier aan de overkant te krijgen. Waarbij de hele bank hier van Lectatec vraagt om een loopovertraining van Temlin. Zien we hier Deborah Vos, die uiteindelijk de rebound niet heeft, wel heeft. Crazy Roberts ligt buiten het veld en de bal gaat naar Grasshoppers. Deborah Vos tot nu toe nog niet echt gelukkig onder de basket. Normaal gesproken toch wel zeker voor een hoop een goed aandeel in de punten van Grasshoppers. Aanvallende fout, gefloten tegen Temlin de Groot. Een moving screen. Tweede teamfout, eerste persoonlijke fout. Kijken heel even hoe het is in Tebergen. Jolly Jumpers tegen BC Utrecht Kangaroes. De stand is 66-40 met nog iets meer dan 6 minuten te gaan in het vierde kwart. Dus de ploeg van Mart Kieftenbel die leidt met 24 punten. 3 punten van Lisanne de Jonge. Mis, maar er werd een fout op gemaakt. Door Deborah Vos, haar tweede. Tweede fout, Deborah Vos. En dan gaat Deborah wordt direct vervangen door Iris Schovers. Iris Schovers terug voor Deborah. En een fout op 3. En dan mag dus Lisanne de Jonge aanleggen voor 3 vrije worpen. Kijken we even naar het gemiddelde van Lisanne. Waar we de eerste nu raak zien gaan. Maar Lisanne is 75% vanaf de vrije worplijn. 76,5 om precies te zijn. Mocht er al 34 keer aanleggen. En is deze wedstrijd nog foutloos. 6 uit 6 tot nu toe. En dat wordt 7 uit 7. 15 punten voor Lisanne de Jonge. Verschil weer 6 punten, 49-43. En Grasshoppers met aan de bal Sonja Kuyt. Onderlangs, ja hoor, Ilse Kuyt. Een hele fraaie, ook zij in de dubbele cijfers nu, 11 punten. Vond ook dat daar een fout op gemaakt werd. Dus had er graag ook nog een end-one voor willen zien. Kato Koenen die aanlegt, ja, lekker. Belangrijke 3 punten van Kato Koenen. Eerste 3 punten van haar in deze wedstrijd, de 21-jarige power forward. Dus een lekker belangrijke 3 punten op een goed moment. Het verschil is dus nog 7 punten. Goed doorzien door Julia Jongensma. Cato.
Even kijken of, of Lectatech nu net zo'n runnetje kan maken als vorige week tegen Landslake Lions. Waar ze echt sterk in de derde kwart een run maakten met veel driepunters. Nou, dat gaat tot nu toe nog niet gebeuren. Ilse Kuyt weer met een driepunter. Maar het is in ieder geval tot nu toe zeker een wedstrijd voor het puntje van de stoel. Er wordt ook echt leuk basketbal gespeeld nu. Hard gewerkt en zie je hier ook wel met de jumpbal. En de balbezit is voor Grasshoppers. Wissels aan beide kanten. Yveske Hoek vervangt Lisanne de Jonge. En Noord Driessen en Marieke van Schie komen in het veld voor Grasshoppers. En vervangen Ilse Kuyt en Temlin de Groot. Dus we gaan verder, stand 52-48. Goed doorzien door Anne. Maar Marieke toch krijgt daar de bal en gaat omhoog. En de fout wordt gemaakt door Anne van Vlijm. Maar Cato steekt de hand op. Nee, hij gaat wel naar Anne. Derde persoonlijke fout. Tweede teamfout. En op de lijn Marieke van Schie. Mist de eerste. ...40% vrijworpercentage Marieke van Schie. Mist ze nu allebei en de rebound beëindigt in een jumpbal. En nu is de bal voor Lectatech. Lisanne de Jonge vervangt Cato Koenen en Aza Kantemeen vervangt Anne van Vlijmen. Maar op dit soort momenten met heel veel jumpballs ben je toch eigenlijk wel heel blij dat we niet meer in de oude regels zitten. Dat we nog voor iedere sprongbal de bal in de lucht gooiden op de dichtstbijzijnde cirkel. Gaf ook wel, dat zie je in de NBA natuurlijk nog wel, dus dat is, het geeft ook wel spektakel. Maar zeker in dit soort wedstrijden ben je blij dat dan de pijl er is. Houdt lekker tempo in de wedstrijd. In Yveske Hoek terughalen omdat ze niet succesvol kon worden richting de ring. Lisanne de Jonge met de rechterhand. Goeie spin move. Lisanne de Jonge 17 punten. Aanvallende rebound en scoren Noord Driessen. 7 punten voor Noor. Echt een open wedstrijd. Tot nu toe kan nog alle kanten op. Dus laten we hopen voor Bemmel de goede kant op ook. Heel ver van Julia mis. En de rebound is voor Alice van der Plas. Voor Noord Driessen. En aan de andere kant de driepuntspoging van Iris Govers die mis is. En de rebound voor Gracie Roberts. Laatste aanval in het derde kwart. 13 seconden nog. Bal bij Yveske. Fout van de nummer 6. Iris Govers, haar tweede. Dat is de vierde teamfout. Tweede fout, Iris Govers. Dus ik geloof op een fout er nog eentje te geven. 7,1 seconde op de klok. Lisanne paast naar Julia. Die gaat zoeken waarschijnlijk naar haar schot. Nee, toch voor een goede drive gaat. Mooie bal. Lekker gedaan. Julia Jorritsma. 7 punten tot dusver. En dan maakt het einde van het derde kwart met een stand van 56-50. 6 punten te gaan. 6 punten verschil, sorry. Dus voor Grasshoppers nog 6 punten te gaan om weer de aansluiting te vinden. En we gaan even luisteren bij Vincent. The same issues, but we did better in the last couple of minutes. One on one, they're bumping in and we let them. We're not fighting for a position and we're giving away layups. So that's first. The second, transition three-pointers. You were tucked in a couple of times, someone else was tucked in a couple of times and we give away something easy. So we need, whatever happens here, sprint your back.
and match up. You can't afford those 3 points. Because if you take those two things out, it's 80% of their scores. Yeah, we locked them up on the sets. Now let's do better in transition and one-on-one. Now here we go. Ja, wat Vincent zegt, de laatste minuten waren we echt wel aanzienlijk beter en goed wat er gebeurt, maar wel transition. Zij zullen het zeker weten, 80% van de punten van Grasshoppers komt uit de transition en zeker ook veel vanuit hun driepunters in de transition. En zoals Vincent dan zegt, daarin zijn ze dodelijk. Dus dat moet er echt uit en daar moet aan gewerkt worden. In de setplay, we lock them up. Dus Vincent is wel tevreden over de 5 tegen 5 defense. Wanneer ze gewoon in de setplay komen. En we gaan verder zo meteen. Gaan we een overtime krijgen, ja of nee? Dat zullen ze zich bij de pregame talks van de Women's Basketball League af gaan vragen. Womensbasketballleague.nl, echt een goede website ook voor... alle informatie eigenlijk over de vrouwen eredivisie. We zagen ook bijvoorbeeld Noord Driessen daar nu in de teamvragen aan. Die hem nu doorpaaste naar Noelle Drosten. Gewoon een hele leuke website om veel meer promotie te geven aan het vrouwenbasketbal in Nederland. Robin van der Beeld en andere initiatiefnemers, good job en ga zo door. Net niet Yveske Hoek. En ook zeker als je dus op zoek bent naar een livestream van een van de wedstrijden, kijk ook zeker op die website, want daar ga je ze allemaal vinden. Nice. Goeie move ook van Lotte van Kruistum. 6 punten voor haar. Heeft er veel weerstand, bleef goed draaien om die pivot foot. Ja, heerlijk. Dit is ook lekker, Lisanne. Jammer dat hij misgaat. En de rebound is voor Alisa van de Plas. Misser van Iris Schovers, maar de aanval, de rebound, die is ook mis. En uiteindelijk tikt ze hem richting Lisanne de Jonge. Een loopovertreding van Julia Jongensma. Balbezit weer naar Grasshoppers. Dubbele wissel weer. De Sushi's Kuit komen en vervangen Alisa van der Plas en Iris Schovers. Sonja Kuit mis, rebound Lisanne de Jonge en daar loopt Marieke van Schiet tegen de fout aan. Eerste persoonlijke fout, de eerste teamfout. Gracie Roberts met de turnover, Marieke van Schiet pikt hem op. Kijken of ze die transition ook kunnen lokken. Ja, wel weer een driepuntspoging van Ilse Kuit. En deze ballen vindt ze lekker. Vinden ze in Katwijk sowieso fijn om die drie punten te schieten in transition. En het verschil is weer 1. 56-55. 17 punten voor Ilse. Staat ermee gelijk met Lisanne als topscorer van deze wedstrijd. Gracie Roberts naar de ring maakt een fout. Of in ieder geval wordt een fout op haar gemaakt. En die fout is van Marieke van Schie. Die kreeg net haar eerste, dus dan is dit logischerwijs de tweede persoonlijke fout. Tweede teamfout. Alisa van der Plas komt terug en vervangt Lotte van Kruistum. En Gracie Roberts op de lijn voor 2 vrije worpen. Eerste is mis. We zien Anne ook al klaar zitten, dus ik verwacht dat hij gaat komen voor Gracie. En Gracie raakt de tweede en dan komt de wissel aan. Anne vervangt Gracie Roberts.
Ilse Sterk naar de ring. Wordt foutief afgestopt door Anne van Vlijmen. Haar vierde persoonlijke fout. En Jordi Kampman komt terug en vervangt Asa Kantebeen. Dus de vierde fout voor Anne. Anne enigszins verbaasd dat deze fout naar haar gaat. Ilse op de lijn schiet nu 1 op 3. Kijk wat de vierde poging haar brengt. Daarmee verzaakt ze eigenlijk wel om de ploeg weer op gelijke hoogte te brengen. Tweede is raak. Dus 18 punten voor Ilse Kuit. Die blijkbaar toch wel makkelijker schiet van achter de driepuntslijn ten opzichte van de vrije worplijn. Julia Sterk naar de ring. Mis. En de rebound is voor Sonja Kuit. Oeh, dit is een hele belangrijke defense voor Lectitec. Noor Driessen heeft de bal. Loopt dat tegen Yveske aan. Zoekt Marieke van Schie die de fout meekrijgt. En de fout is van Julia Jorritsma. Dat is wel haar eerste, dus die kon hem wel hebben. Tweede teamfout. Marieke van Schie die tot nu toe nog niet succesvol was deze wedstrijd vanaf de vrije worplijn. Nu wel. 1 uit 3 voor de center van Grasshoppers. En 2 uit 4 brengt de ploeg op gelijke hoogte. Of sorry, brengt Grasshoppers op 1 punt voorsprong. Moet ik het wel goed zeggen. 57-58. Stagger screen, 3 punten Anne. Ja hoor. Die hadden we scoren nog niet zo heel veel gezien deze wedstrijd. 8 punten tot dusver. Maar deze is wel heel belangrijk en heel lekker Anne van Vlijmen. En zo is het weer een lead change zoals dat altijd in de boxscore staat. 60-58. Noord Riese drukt af voor 2 punten mis. Rebound Lisanne de Jonge. Kijken of Lectitec nu toch een klein runnetje kan gaan plaatsen. En zou dat gaan van de hand van Anne? Net niet, die is mis. En de rebound die is zo te zien voor Lectitec. En de fout gaat naar Sonja Kuit, haar vierde. Dubbele wissel weer. Alisa van der Plas en Noord Riese verlaat het veld. En Iris Govers en Lotte van Kruistum komen weer terug op het veld. Lisanne de Jong in de post met de linkerhand. Mis. Rebound is voor Grasshoppers. Fout van Yveske Hoek op Ilse Kuit die naar de vrije worplijn mag. En de wedstrijd is afgelopen in Tebergen. 77-52. Felicitaties aan Mart Kief de Belt en het team van Jolly Jumpers. Ilse met het eerste. En ook de tweede is raak Ilse Kuit. 4 uit 6, nu 20 punten voor de 21-jarige Ilse Kuit. De 3 punten draait er net uit. Rebound Marieke van Schie. Waar het met de rust zo spannend was trouwens. Wil je de 3 punten zien van Ilse Kuit die de waarschuwing gaat krijgen voor flopping. En die waarschuwing gaat ook naar de bank. Flopping call van Ilse Kuit. En de volgende keer betekent dat een technische fout. Waar het zo spannend was met rust. Martini Sparks tegen Voorkomstel Binnenland staat het daar nu 58 tegen 80.
in het vierde kwart. En we gaan nu krijgen we een time-out aangevraagd door Vincent van Sliedrecht. The set now, yeah. When they run this, and she stands still and she comes out. She made the read three times now to go up. So stay home. If you're her, fight with her. Push her away from the screen, push her up, stay home. No switch in this. Yeah. Pretty clear? Alright. Offensively, great looks last couple of plays. Yeah, we need two or three to, like that to go down, and we got the distance that we want. Put some pressure on them. Keep moving the ball up is great. They have trouble when we screen their own. So take a look at that. And I like 45 still. Here we go. Aggressive. Ja, Vincent toch wel tevreden ook over de aanvallen en de looks die we krijgen. Daarvoor moeten er gewoon een paar gaan vallen en dan valt die wedstrijd onze kant op. Nou, laten we kijken die laatste 6 minuten. We gaan verder, baseline out of bounds voor Grasshoppers. Hier is Schovers, goed gesneden door Marieke van Schie. Belangrijk balletje hoor, 6 punten voor Marieke van Schie. Driepunten Lisanne de Jonge mis en de rebound is voor Noord-Riezen. Ik weet niet hoe het met u thuis zit, maar ik zit wel op het puntje van de stoel hoor. Wat jij Jeroen? Ilse Kuitstering naar de ring. Miss en de rebound is van Marieke van Schie. En daar wordt een fout gefloten tegen Yveske Hoek. Vierde persoonlijke fout. Dat kan nog wel eens vervelend gaan worden voor Vincent. Van Sliedrecht en Lectatec, waar we toch wel zien dat de starters altijd van Lectatec veel punten maken. En daarin dus ook zien dat Yveske nu al 4 fouten heeft en Anne ook. Terwijl ja, toch niet een wedstrijd is waarin je kan zeggen, ik laat even een keer wat gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zo meteen loopt. We zien nu Jordi Kapman tegenover Marieke van Schie. Die dat switcht nu met Yveske Hoek, maar daardoor wel Ilse Kuip naar de ring laat gaan. 22 punten voor Ilse. En een 4-punts voorsprong voor Grasshoppers. Lisanne met de linkerhand vanuit de turnaround. Ja hoor. 19 punten voor Lisanne de Jonge. En de rebound is voor Lectatec. Een wissel aan de kant van Grasshoppers. Elisa van der Plas komt terug en vervangt Ilse Kuit. Drie punten van Anne van Vlijmen, mis en de rebound gaat naar Grasshoppers en de 5e fout voor Yveske Hoek. Oeh, en dat is de 4e teamfout ook als mijn administratie klopt. En we zien Yveske het veld verlaten met 17 punten. En wordt vervangen door Kato Koenen. Op de lijn voor 2 maal Alisa van der Plas, die daar nog niet gestaan heeft deze wedstrijd. En 2 uit 6 schiet vanaf de vrije worplijn dit seizoen. En nu de eerste raak schiet.
En de tweede is mensen in de rebound voor Kato Koenen. Die gelijk in een dubbel teaming belandt. En die bal wordt opgepikt. Nee, we krijgen een jumpbal. Dus die bal wordt wel opgepikt door Grasshoppers. Sonja Kuit komt terug en vervangt Alisa van der Plas. Sonja Kuit terug. ...62-65 in het voordeel van Grasshoppers. En de bal zit ook nog eens voor Grasshoppers. Oeh, daar zat Jordi tussen. Oeh, two-handed blockshot van Lisanne de Jonge. En een shot clock violation. Goeie defense van Lek de Tech. Oh, was dat een lekker blok van Lisanne, zeg. En Alisa Willem, die wordt alleen maar weer wisselen. En Alisa weer terug. En ja, Wim die zegt, Wim Biesters, de speaker, die zegt toch van nou, er wordt wel aardig doorgewisseld bij Grasshoppers. En dat klopt ook. Ja. Nu weer de bal voor Lek de Tech. Anne mis en de rebound is voor Lotte van Kruisten. En de klok tikt door in het voordeel van Grasshoppers op dit moment. Toch wel een belangrijk moment nu om een stop te maken waar Noord-Riesen naar de lijn gaat. Mis en de rebound is voor Kato. Die nu de bal meegeeft aan Julia Jorisma. Lisanne naar de linkerhand. And one! Fout gaat naar nummer 8, Alisa van der Plas, haar tweede. En ook de vierde teamfout voor Grasshoppers. Alisa van der Plas, haar tweede fout. En Lisanne haar 21ste punt binnengooit. Nou, we gaan weer wisselen. Alisa van der Plas en Lotte van Kruistum verlaat het veld. En de zusjes Kuit komen er weer op. Lisanne voor de end one om het gelijk te maken hier. Ja, heerlijke end one voor Lisanne. Nog niet gemist vanaf de vrije woordplein vandaag. 8 van de 8 ballen gingen raak. Daar zullen ze toch ook op de Katwijkse bank ook echt wel naar kijken. Van als we zo meteen, en ook trouwens op de bank van Lektek, als we zo meteen fouten moeten maken, wie geven we die bal in de hand? Turnover van Noord-Riesen. Beslissende zetje wat Julian geven meegaf aan Marieke van Schie. Om te zorgen dat Marieke die bal daar niet kon vangen. Belangrijke stop. We zien ook gelijk Grasshoppers nu in de press terecht pressie neerzetten. 1 tegen 1. Lisanne nu op Iris Schovers. Pick and roll. Bal wordt geswingd. Kato Koenen naar Lisanne de Jonge. Oeh, die toch wel weer op zoek zal gaan naar die linker drive. Die er goed valt ook onder andere vanavond. Anne voor 3. Nee. Aanvallende rebound Kato Koenen. We krijgen een head offense, dat is vaak een single pick and roll. Ah, turnover van Lisanne. Temlin de Groot. Drie seconden overtreding en de bal gaat naar Bemmel. En de bal wordt ingenomen door Lisanne de Jonge. Kato voor 3, mis en de rebound die is voor Lek de Tech. Lekker gespeeld, de battle in de rebound van de beide nummer 7's gewonnen door de nummer 7 in het wit. Uiteraard tot onvrede van de bank van Grasshoppers. En ook Ilse was het er zeker niet mee eens. Julia gaat naar binnen, kikt hem naar buiten, naar Anne voor 3, ja, voor 2, sorry, een 2-punter. Maar daardoor niet minder belangrijk. Ook de dubbele cijfers nu voor Anne van Vlijm met 10 punten. En de 2 punten voorsprong met nog 2 minuten te gaan. Nou, hoeveel tweeën gaan we nog krijgen in één zin? Een echte nagelbijter. Jammer dat u hier als publiek er niet bij bent hier in de zaal. Goeie backdoor van Ilse Kuit. And one. Fout gefloten richting Julia Jortsma. Tweede fout. Tweede persoonlijke fout.
Ja, nogmaals, het is jammer dat u hier er niet bij kan zijn in Bemmel, want anders denk ik dat het schaapskooidak toch wel een paar centimeter omhoog was gegaan. Als dat toch eens zou kunnen. En Ilse hebben net ook deze vrije worp. Ook 21 punten voor Ilse Kuyt. En weer een 1 punt voorsprong voor Katwijk. Lisanne op de rechterhand gezet, maar gaat nu toch... Fout gefloten richting de nummer 7, Ilse Kuyt. Haar tweede persoonlijke fout. Derde fout van Marieke van Schie. Oh, hij ging naar Marieke van Schie. Sorry. Nummer 12 krijgt hem. En dat is de derde fout van Marieke. Lisanne de Jonge naar de vrije worplijn. Die mist de eerste. Dus ook de eerste van de avond die Lisanne mist. En deze moet er toch wel in om in ieder geval de ploegen weer op gelijke hoogte te brengen. Goal eruit. En een rebound voor Marieke van Schie. Ilse Kuyt, Iris Schover, sorry. Namelijk al vaker door elkaar gehaald vanavond. Jordi Kampman met een sterke rebound. Toch zeker niet de grootste van het veld, maar wel een hele belangrijke rebound. En hier Lisanne naar de ring. Ah, net niet. En de rebound is voor Iris Schovers. 1 minuut te gaan, nog 48 seconden en 1 punt verschil. Ik kan me zo voorstellen dat Katwijk met een lange aanval aan de slag gaat. Nog geen reden tot paniek bij de coaches. Nog 2 time-outs, dus er kan nog heel veel invloed uitgeoefend worden. Maar het zal wel zijn als deze bal misgaat, en dat gebeurt niet. Ilse Kuyt raakt hem, dus dat is een 3-punts voorsprong. En we krijgen een time-out van Vincent van Sliedrecht. Bounded like a regular six up. So we go here. Let's make that Lisanne. Okay? You are here. You already do an inbound. Yeah. Regular one swing on the back screen. You're gonna go under the screen. Then you're gonna screen back down on the right. Yeah. While that is happening, go back under the basket. Okay? If it's not there. Take the 5 for the pick and roll. Clear? One more time. Gordy inbound, regular, we get it open. 4-1, swing. You go there. If it's not open, come back up with the 5, go to the pick and roll. En op dit soort momenten is het jammer dat we niet mee kunnen kijken met de time-out van Vincent. Want ik was nog wel benieuwd wat hij op het bord uit ging tekenen. Ik heb aandachtig meegeluisterd. Het lijkt erop dat hij Lisanne in stelling probeert te brengen. Of in ieder geval Lisanne en Jordi aan balkant te hebben. Om te zorgen dat er in ieder geval een 3-puntspoging of in ieder geval een secure 2-punt eruit kan komen. En we gaan zien wat het brengt. Lisanne in ieder geval in stelling gebracht. Nakatona na alle 9 seconden op de schotklok. Komen in een regular head, hè, een regular pick and roll. En de steal, de turnover van Lisanne de Jong en de steal van Sonja Kuyt. Ja, en de fouten gemaakt door Kato Koenen op Noord-Driessen. Kijken we gelijk even Noord-Driessen deze avond op 3 uit 4. Dus 75% van de vrije worplijn. En zien dat ook... Ja, we zien toch dat ze in het seizoen gemiddeld op die 55% staat, wat ik al eerder zei vanavond. En deze zijn heel belangrijk, er staat heel veel druk op. Oh, sorry, ik zei trouwens 3 uit 4, ik bedoelde 1 uit 4. Dus dat is nu 1 uit 5. Dus 20% vanaf de lijn voor Noord-Riese op dit moment. En ook 2 is mis, dus dat is dan een goede fout van Kato. Ja, nog 10 seconden, dus we zullen op zoek moeten naar die 3 punten voor de verlenging. En wie gaat hem nemen? Dat is Anne.
Die mist hem. Ja, en de bal die is voor... Grasshoppers. Grasshoppers. En we krijgen dus nu een time-out voor Grasshoppers. Ja, het lijkt er op, toch wel op stiekem dat deze wedstrijd naar Grasshoppers gaat. 3 punten voorsprong voor Katwijk. 3 seconden op de klok. En we gaan luisteren wat er gezegd wordt aan de kant van Lek de Tech. Nou, duidelijke instructie. Ik had eigenlijk ook niet anders verwacht. Zodra de bal in het veld komt, gelijk een fout maken. Direct boom erop. En dan vanaf de vrije worplijn hopen dat ze dan allebei de ballen missen. Dan nog, ik wil niet negatief zijn, maar met 2,9 seconden op de klok moet er toch heel veel gebeuren. Maar goed, we gaan er uiteraard voor. Komt hij aan, de bal gaat in via Iris Schovers. 5 seconden overtreden zou misschien nog het mooiste zijn. Fout gefloten voor Jordi Kampman op Sonja Kuit. 1,8 seconden. Derde persoonlijke fout, 2 maal Sonja Kuit. Nou ja, om in ieder geval de wedstrijd in de slot te gooien. En dat doet ze. Sonja Kuit, 15 punten tot dusver. En de tweede is mis. En de rebound is voor niemand meer. Wat is het einde van de wedstrijd? Wij feliciteren Sportive Company Grasshoppers met deze knappe overwinning. Waarmee een einde komt aan de winning streak van Lek de Tech. Een wake-up call denk ik ook wel even weer voor de ploeg van Vincent van Sliedrecht. Dat aankomend weekend het op gaat nemen tegen Voorconsult Binnenland. Ja, wat er ook echt wel weer een spannende pot gaat worden. Ik raad u zeker aan om ook die stream te gaan bekijken. Michel Appers en Leo van der Adel verzorgen daar het commentaar. Dat is echt een goed verzorgde stream. En ook zeker weer een hele mooie wedstrijd om te kijken. Voorconsult Binnenland tegen Lek de Tech. Grasshoppers neemt het dan thuis op tegen Landslake Lions ook om 6 uur. En op wat ik zei, op tweede paasdag neemt Lek de Tech het om 1 uur op tegen Den Helder. Ik denk twee hele mooie wedstrijden nog te gaan. En we gaan er iets moois van maken. Nou, wat Wim nu net zegt, ik weet niet of u het kunt horen, maar ik ben het helemaal met hem eens. Deze wedstrijd had eigenlijk wel heel veel publiek verdiend hier in de Schaapskooi, want echt een hele mooie wedstrijd. Wij danken LekTheTech.nl natuurlijk voor het spelen van de wedstrijd en de mooie wedstrijd die we gezien hebben. En wij feliciteren Sportive Company Grasshoppers met de overwinning. De 2 punten gaan mee naar Katwijk. En ik denk dat we echt genoten hebben van een mooie wedstrijd hier in de Schaapskooi. Wij gaan ons zo opmaken hier nog wat interviews. Volgens mij sowieso komt Vincent van Sliedrecht nog even langs. En volgens mij krijgen we ook Anne van Vlijmen nog voor de camera. Dus ik zou zeker nog even blijven hangen om hun reacties te krijgen. Dan krijg ik net van het teammanager Egbert Broeren de statistieken binnen. Topscorer aan de kant van Lek de Tech is Lisanne de Jonge met 22. Gevolgd door Yves Koek met 17. En 10 voor Anne van Vlijmen. Aan de andere kant van Grasshopper 27 punten voor Ilse Kuit. 15 punten voor Sonja Kuit. En 7 punten voor Noord Driessen. En we zien hier dat Wim van der Linden, een van onze vrijwilligers, een speelster van de wedstrijd heeft uitgeroepen. En ja, naar wie kan die anders gaan dan een 27 punten voor Ilse Kuit. Heel erg belangrijk voor Grasshoppers met deze overwinning.
Nogmaals, blijf even hangen. Wij gaan ons opmaken richting de interviews. En tot zo. Yes. Vincent van Sliedrecht, jammer denk ik dat vooral ook het gevoel is wat heerst op dit moment. Ja, nou, er waren kansen genoeg om hem deze wedstrijd naar huis te nemen. Maar vooral jammer omdat we nooit echt controle op de wedstrijd hebben kunnen krijgen zoals we dat in andere wedstrijden wel voor elkaar kregen. Ja, dan komt het in de laatste moment op wat individuele acties aan allebei de kanten. En, ja, dan worden we vandaag gewogen en te licht bevonden in de 1 tegen 1. Ja. Hey, wat je op voorhand ook al... Jeroen, ik merk dat ik heel hard ben. wat je op voorhand ook al aangaf, hè, echt ook wel die transition moest gestopt worden. En je ziet dat Ilse Kuiten 27 punten maakt. Ik denk nog wel het grootste gedeelte echt uit die transition. Mm-hmm. Is dat voor hun de key in de wedstrijd geweest, wat jou betreft? Nou, kijk... We hadden een goed plan om hun offense te stoppen. Waar wij dan zwakheden laten zien is onder de baskets. Als we in de post te grazen worden genomen. Maar transitie is simpelweg focus en communicatie en snelle matchups. En daar, daar zijn we wel een paar keer in slaap gevallen. En dat doet zeer. Ja, dat is toch ook wel iets wat je vaker ziet. En zeker ook in wedstrijden vorige seizoenen tussen Lek de Tech en Grasshoppers, hè. En zeker die transitie, maar ook absoluut die fight onder de basket eigenlijk, wat je net zelf ook al zegt. Ja, ja. Kijk, we zijn nu later in het seizoen en het wordt teams zijn bij de les. En we kunnen ons minder makkelijk verstoppen achter tactiek. En zullen in de 1 tegen 1, hè, in de rebound die we vanavond verliezen, maar ook heel veel 1 tegen 1 acties waar we gewoon kracht en centimeters tekort komen. Ja. Nou, normaal maken we dat redelijk goed met onze drie punten. Maar complimenten aan Katwijk die ons, ik dacht, 2-10 houden in de tweede helft. Maar we in de eerste helft 5-12 gaan. Ja, ja. Dat doet zeer. Ja, ja, zeker. Hey, wat neem je voor vanavond mee richting de volgende hele belangrijke wedstrijd natuurlijk tegen Binnenland volgende week? Ja, het is een hele andere wedstrijd. Bij Binnenland kan tactisch weer meer. Grasshopper switcht alles. Dus zit je weer naar veel 1 tegen 1 te kijken. Dus hopelijk kunnen we daar zo het verschil maken. Maar ja, ik neem aan dat Binnenland ook een huiswerk doet in deze wedstrijd gaat kijken. Dus ja, dat zal naarmate het seizoen nu in de eindfase komt, steeds vaker zullen we op onze... waar het zeer doet, zullen ze gaan duwen. En ja. Aan ons om daar snel beter in te worden. Nou ja, goed. Kijk, vorige wedstrijd hier natuurlijk tegen Binnenland ook met Eline Casius, die eigenlijk niet te stoppen was. Ja, dat is wel vooral tactisch, wat je net zegt, ook iets op verzonnen moeten gaan worden. Ja, die is niet minder groot geworden in de tussentijd. Nee. Dus dat duurt nog even voor die iets minder groot wordt. Alle tips zijn welkom. Nou, misschien kunnen er nog goede tips in de chat komen van de kijkers. Ik ben benieuwd. Dankjewel voor. Dan gaan we even kijken of we nog een
interview krijgen. Ga ik inmiddels in ieder geval even het gesprek met Vincent samenvatten. Zo te zien, ik zie ook alle speelsters richting de kleedkamer gaan begeven. Dus ik verwacht niet dat we nog een interview krijgen. Maar wat Vincent in ieder geval ook heel duidelijk aangaf is, ja, ze hebben gewoon de pijnpunten goed, goed aangevallen en goed blootgelegd. Hè. Dus de centimeters inside, of in ieder geval ook de power inside. Ja, en daarop volgen natuurlijk ook gewoon de transition die niet goed genoeg werd afgestopt. Dus wat Vincent ook zegt, terechte overwinning voor Grasshoppers. We hebben nooit Lectitec echt de grip gekregen op de wedstrijd. En daarmee is een eindstand van 67-71 die tot stand kwam met 19-20 in het eerste kwart, 38-31 in het tweede kwart, 56-50 in kwart nummer 3, richting 67-71. Topscorer van de wedstrijd Ilse Kuyt, 27 punten. En aan de kant van Lectitec 22 punten voor Lisanne de Jonge. We danken u voor het kijken. Ik wil ook graag weer een dank uitspreken aan de hele livestream crew onder leiding van Jeroen Guldemond. Die ervoor gezorgd hebben dat hij weer op een goede manier van deze wedstrijd heeft kunnen genieten. Ik ga gauw mijn stem een beetje rust geven. En ik dank u allen voor het kijken. En graag tot de volgende thuiswedstrijd hier op 5 april tegen Doshi BV Den Helden. Dank u wel en nog een prettige avond.